Dit is geen nieuwsuitzending. Dit is een uitzending in het kader van een geile kleuter. En dit is de voorpagina. Nou, dit kan echt niet. En dit is all over the limit. In de eerste uitzendingen sta ik daarbij stil waarom dit helemaal over de grens is. Dit is maar borderline literatuur. Ken je het nummer nog van Madonna? Borderline, I wanna get out of my mind. Nou, als Madonna dat mag, en met haar intelligente lichaamsvormen, dan mag ik dat ook. Hè. Ik zie er niet zo goed uit als Madonna. En ja, dat is dan maar gewoon zo. Ik ben tot slot van rekening een man. Ik praat hooguit verstandig. En daar heb je het echt mee gehad. Je hoeft mij niet op een catwalk te zetten met I am too sexy for my shirt. En ik beloof je dat die man die dat destijds zong van I am too sexy for my shirt, nou momenteel niet meer hoor. Dat valt reuze mee. Als je mij nog zegt van ja, Perry, jij bent een beetje anti-mens. Ja, misschien wel, ja. Nou, dit heb ik allemaal besproken. In de uitzending nummer 0, dat is een half uur. Dan bespreek ik deze voorpagina. We zijn hier gebleven. Ik ga nu door bij hoofdstuk 5. Ik merk het even aan, hè. Dit kunnen jullie lezen. De geboorte van mijn zoon, live. Daar zijn we gebleven. Het wordt natuurlijk, dit wordt natuurlijk hot, hè? Seks en mijn dochter, dat snap je wel, hè? Dat het dan echt, nou man, Perry Winkel in seks en Nina Winkel, nou zeg. Ja, en het kost je tijd om dit te begrijpen. Ik heb dit niet voor de katse kut opgeschreven. Dacht je dat ik dit doe uit een soort masturbatieoefening? Dit is geschreven uit woede. Uit verdriet. En als je me minacht, jongen, ik ga atoombommen kopen bij Koerden. En dan kom ik bij je langs. Het moet afgelopen zijn. En wij mensen, wij zijn hier op aarde. Met een reden. Als je mag niet zomaar, je mag niet met dieren gooien bijvoorbeeld. He? Dus de moeder van mijn kind, die gooide gewoon met dieren. Die smeet ze gewoon door de kamer heen. En iedereen hier in Arnhem vindt dat het een geweldige vrouw is. Die dus intelligente benen heeft of zo. En ze heeft momenteel een dating circuit of zo. Met een hele mooie muzikant. Zij is de master of the universe. En onderwijl smijt ze met dieren. En ze heeft mijn zoon aan stukken laten snijden. Onverdoofd. Niet wat haar betrof. Zij liet zichzelf verdoven. En ze zei, haal die wrat. Hè? Dat was voor haar geen mens. Dat was een wrat. Laat hem wegsnijden. En een verdoven, nee, waarom? Waarom zou je een wrat verdoven voordat je hem wegsnijdt? Gewoon snijden met die handel als zij maar niks voelt. Ik laat even een stilte vallen. Want dat vind ik dus echt, ik snap dat helemaal niet. Kijk, ik als man, ik moet dus rioleringswerk gaan doen en wegwerkzaamheden, 's morgens om 7 uur op de bouw staan of hele ik heb als programmeur heb ik gewoon 48 uur aan één keer gewerkt. Want de excrementen waren in de ventilator beland. En je wilt toch in leven blijven. Nou, wat dacht je ervan om door te werken? En dan maar 48 uur niet slapen. Voor een keertje. Dat is de man. En die vrouwen moeten gewoon kinderen baren. En als ze dat niet willen, dan moet je je knieën tegen elkaar laten binden met een tie wrap.
en een rubberen onderbroek aan, van tevoren natuurlijk. Hè? Dus je moet eerst de rubberen onderbroek aandoen, dan een tie wrap om je knieën, en dan weet je zeker dat je niet zwanger kan worden. Zal ik nog een keer stilstaan bij hoe het met Marianne Vaastra is gegaan? Of ben ik daar alweer te ver? Perry, niet zo zure jongen. Sommige vrouwen worden zwanger en er komt er echt iets uit. En andere vrouwen, die worden zwanger en die denken, mooi, lekker, gekriebel in mijn buik, snij het weg. En die gaan ook nog gewoon 150 kilometer reizen met de trein op mijn OV-chipkaart of mijn vergoeding of whatever. En dan verklaren ze dat tot gratis. Ga even nadenken over abortus. We zijn mensen samen. Hè? In Genesis staat, God schiep de mens, man en vrouw. En ik weet dat er allemaal pussies zijn, want ik heb een hele goede vriend. En zij zegt gewoon van, ja jongen, maar als ik niet mannelijk ben, wie is het dan wel? Daar heeft zij een punt. Als zij staat stil bij het feit dat de meeste kerels, dat zijn een stelletje pussies. Want een Vladimir Poetin. Want die pausvereerders. Want waar is de teen van de onfeilbare mens? Ik wil hem kussen. Pa. Dus mijn vriend, die doet alleen maar seks met vrouwen en dat schept een band. Want ik hou niet van seks met mannen en zij ook niet. Die kan ik trekken. Sorry, ik moet even ik krijg mijn checkje niet aan. Iedereen verklaart dat ik stoned ben als ik praat, maar dit is helemaal niet waar. Want momenteel heb ik echt geen wiet. Dus dit was een totaal nuchtere oplezing van hoofdstuk nummer 5. Gaan we even opzoeken. Deze PDF kan je zo dadelijk ook downloaden hoor. Maakt helemaal niet uit. De geboorte van mijn zoon. Ik ga er even vanuit dat jullie de vorige uitzendingen beluisterd hebben. En zo niet. Ja, dan moet je dat maar even gaan doen. Of je luistert deze. En daarna die vorige. En dan snap je het wel. Want dit is hevig geconcentreerd taalgebruik. Op zijn Engels. Highly condensed language usage. Dus iedere zin is als een mitrailleur ding. Doe. Ik lees voor. De geboorte van mijn zoon, live. Het ziekenhuis waar mijn zoon geboren werd, was hetzelfde ziekenhuis als het ziekenhuis waar mijn dochter geboren werd. De verpleger was een andere. En de dienstdoende, ergens in Velp, feestende arts was niet nodig. Een bloedbad was het deze keer ook, maar dan meer een soort explosie. Voor hetzelfde geld had hij zichzelf tegen de muur te pletter laten spuiten, net alsof zijn biologische moeder helemaal genoeg had van het gefriemel in haar buik. Verschrikkelijk vond ik het om te zien dat de blob, moet ik weer even uitvergroten, want dat kunnen jullie niet meelezen. Dat de blob waar ik eerder bij het audio-onderzoek op gewezen was, inderdaad een duurzame erectie was. Net zoals die assistent dat toen per ongeluk zei. En hij zat ook helemaal onder de smurrie. En een paal van hier tot Tokio. 9 maanden lang geoefend in de buik van zijn niet onaantrekkelijke biologische moeder. Dat mijn dochter niet bij de geboorte van haar broer was, hebben zij en ik niet afgesproken. Zij was zo speels in die tijd. En dat wilde ik zo laten. Ik denk dat ik wist dat het later zou zijn. Het moment dat ik wat aan haar zou hebben. Dit moest ik alleen doen, dacht ik. En toen kwam er een Suri binnen. Of een Antilliaan. Een mens zonder baarmoeder en een stuk
bruiner dan ik. Die begon gelijk te lachen. Ik heb heel weinig tijd, zei hij. De verpleger was bezig met de moeder. En snel maakte hij mijn zoon schoon en wees mij op de baby-erectie. Soms komt dat voor, stelde hij mij gerust. En nu ga ik weg. Hij duwde me wat materialen in handen, doeken en smurrie in een flacon. Gaf me een knipoog. Leuk is dat. Ik ga even nadenken wat ik hier... Dit is een satire. Het is niet waar. Ik ben gestopt met voorlezen nou. Hè. Dit is satire. Dit is helemaal niet gebeurd. Maar ik kon me wel fantaseren. Ik vind Surinaamse mensen vind ik ontzettend lief. Eigenlijk wil ik... Dat we doen het gewoon zo dat alle eikelige Nederlanders, die sturen we naar Sanderijen. En al die aarige Suri's, die halen we hier naartoe. Want die kennen tenminste wel een beetje fatsoenlijk tol. Tenminste, de Suri's die ik ken, dat is gewoon geen enkel probleem. Die hebben correct taal gebruikt. Dan kunnen wij Noordoostpolders... onze noppers nog een puntje aanzuigen. Dat is dit ding, is alleen maar satire. En je snapt al dat het duurzame erectie, dat is natuurlijk een grap. Hè? Dat kan niet. Hè? Dit is satire. Hè? Dus mijn zoon, die had gewoon een paal van zichzelf. Niet eens in zijn broek. Die had al een paal in de buik van mijn moeder. Mijn moeder, hè? Niet de moeder die in Almere woont, die heet Wilhelmina. Nee, ik bedoel de moeder die ik had voor mijn kinderen. Ja. Ik was degene, ik bracht de casies naar binnen, de cash. En heb je iemand nodig die voor je kinderen zorgt? Dat je, ja, iemand iets doet waar je kind blij mee is. En dan, oh mama. Ja. Zodat ik veilig naar mijn werk kan. In vol van vertrouwen dat die moeder, mijn moeder dus, voor het kind zorgt. Nou, de moeder van mijn kind, zo gauw ik de deur uit was, dan zetten ze mijn asbak, want ik had een heel klein asbakje, gelijk buiten. En dan ging ze de vrienden bellen. Dus mijn kind is opgevoed met iets van 7 vaders. Onder mijn neus. De vrijheid van de vrouw. En die vriendjes die ze binnenhaalde, die allemaal naar haar opening zaten te kijken, van mag die er van mij ook een keertje in, voor de grap, met een stukje rubber eromheen, alleen voor de massage. Mag ik jou een inwendige massage geven? En ze zet al die mannen uit te dagen. Dan wil je naar mijn billen kijken? Sodom en Gomorra, iemand? En ik zit hier te gemorren, hè? Ik ben aan het klagen. Ja, wil je mij dat kwalijk nemen? Dat mens heeft, dat mens, die vrouw, hè, de moeder van mijn kind, van mijn dochter, die heeft mijn zoon aan stukken laten snijden. Onverdoofd. Ja, zij was verdoofd, hè? Weet je nog? Nou, daar heb ik iets over te zeggen. Ja. En het ergste komt nog, hoor. Met hoofdstuk 9. Seks en mijn dochter. Nou, dat hoofdstuk wil je echt, dat ga je gewoon uit je hoofd leren. Dat wordt de kanon van de 21ste eeuw. Een kanon betekent dat waar je het over eens bent. De consensus. Seks en je dochter. Hoe werkt dat? Kijk, de moeder van mijn kind, die heeft dus seksuele dingen gedaan met haar vader. Zo zegt zij. Nou, waarom zou zij erover liegen? Ik weet dat niet zo 1, 2, 3. En die vader van haar, die heeft mijn kind uitgemaakt voor een pathologische leugenaar. Dus de vader zegt dat mijn kind een leugenaar is. En zij zegt dat haar vader en zij, die hebben seksuele dingen gedaan.
Sian Kali, iemand. Ik heb nog een portie klaar liggen. Wat is het nut? En dan laten aborteren, want daar gaat het over, hè? Want hier staat dat mijn zoon wel geboren is. En dat is helemaal niet waar. Alles met die Suri heb ik verzonnen, man. Dat is een leugen. En als een leugenaar zegt dat hij liegt, dan spreekt hij de waarheid. Snap je dat? Liegen is alleen maar liegen als mensen denken dat jij de waarheid spreekt. En dat je dat ook nog met opzet veroorzaakt. Er staat in Genesis 20 volgens mij. Of is het Exodus? De 10 geboden. Exodus. Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Maar liegen mag wel. Je kan niet anders. En hier lieg ik. Begrijp mij goed. Ik spreek de waarheid terwijl ik lieg. Want ik vertel jullie dat ik lieg. En dan spreek ik de waarheid. Ik ben ook emotioneel. Ik heb ook mijn verdriet. Ik heb ook mijn woede. Ik wil het uitschreeuwen. Ik wil net als een imam boven in de toren staan. En zo. Ik schreeuw het uit. Dat mag toch? Ik heb mijn mening van vrijheidsuiting. En jullie gaan het leren gewoon. Jullie gaan stoppen met aborteren. Doe dat gewoon niet meer. Je gaat gewoon seks hebben voor je kind. Dat je een kind mag krijgen. Mag krijgen. Een beetje diets. Daar ga je seks voor hebben. En voor de rest recreationeel. Wat dacht je van voetenmassage? Of billenmassage? Allemaal dingen. Dan kan je gewoon met een vrouw. Met een man. Maakt me niet uit. Ja. En dan kan je allemaal lekker dingen doen. En dan voel je al die energieën. Voel je stromen. En je wordt er gewoon niet zwanger van. En dan hoef je ook niet te laten aborteren. Je hoeft je niet te laten ontvruchten. En dan ga je gewoon wonen in het huis van mijn vader. Je mag doen wat je wil. Aleister Crowley was een eikel in mijn ogen. Behalve dat hij geformuleerd heeft. Doe wat je wil. Dat is de heelheid. Dat is de totaliteit van de wet. Er is maar één wet. En die dicteert. Doe wat je wil. En wat doe je dan? De moeder van mijn dochter. Die dacht van oké. Ik laat hem even onverdoofd wegchoppen. Aleister Crowley. Oké, als ik mag gewoon doen wat ik wil, nou dan ga ik jonge homo's de woestijn innemen en dan teken ik een pentagram en dan worden ze helemaal gek en daarna dan belanden ze in het armenhuis. Dat heeft Aleister Crowley gedaan. Mind my French. En de moeder van mijn kind, mijn dochter, die heeft het ook gedaan. Gewoon, doe maar wat je wil. Maakt niet uit, man. En mij pist dat af. En mijn dochter, die houdt er niet van dat ik daar boos over ben, omdat ik dan boos ben op haar biomo. En zij denkt, papa, als hoeft ze mij niet te noemen hoor, want ik ben haar, waarschijnlijk haar biologische vader. Ik ben voor 100% haar sociologische vader. Ik heb haar naar zwemles gebracht. En naar de dokter. En naar de tandarts. En fietsen. En zwemmen. En allemaal gevaarlijke dingen laten doen. Haar een tik op de vingers gegeven. Als het echt over de scheef ging. En dat hield ik altijd kort. En ik heb haar nooit met een vinger aangeraakt. Dus als mijn dochter iets deed. Waarvan ik dacht van. OMGVD. Dit is niet handig. Had ik minder dan een minuut voor nodig om haar te vertellen dat ik mij irriteerde en meer niet. En na een minuut was het voorbij en zij zei acknowledge. Ze gaf een bevestiging
Ze zei geen sorry, dat hoeft ook helemaal niet. Want dat arme kind is pas, die tijd was het 10 of in ieder geval de laatste keer dat ik haar terecht gewezen heb was het 12 of zo. Van die mensen kan je niet alles verwachten. Maar ze zei alleen maar begrepen. Acknowledge. ACK. Dat is een ASCII teken in een ASCII set. Acknowledge. En dan was het over. En dan gingen we over tot de orde van de dag. Want zij is mijn kind en ik ben er ongelooflijk trots op dat ik haar vader ben. En dat zij zal weten dat ik degene was die haar, nou, hoe vaak heb ik haar naar de zwemles gebracht. En hier in Arnhem, ik woon in Noord en het zwembad zit in Zuid, het dichtstbijzijnde. Maar dan moet je wel over de Rijn heen met die vette brug. En dan waait het ook nog en dan regent het af en toe ook nog. En af en toe is het gewoon heel erg koud. En daar trok ik mij niks van aan. Gewoon op de trappers gaan staan. En had ik in mijn rugzak zat mijn laptop. En achter mijn rugzak zat mijn kind. En dan dumpte ik haar in de kleedkamer. En een badpak aan. En zij dan dat water in, wat ik helemaal niet wilde. Maar goed, zij moest dat natuurlijk wel, want ze moet leren zwemmen. En ik ging lekker de kantine in en daar mocht je toen nog roken. En dan mijn laptop open en dan ging ik programmeren. En de klok in de gaten houden. En dan op tijd terug zijn. Ja, badpak uit en dan, oh, en dan de warme dingen aan, en een handdoek. En dan terug naar huis. Die moeder deed helemaal niks. Helemaal niks. Die zat alleen maar rode wijn te drinken met haar vrienden. En die keken allemaal naar de binnenkanten van haar dijen. En ze voelde zich helemaal opgloeien. En dan zei ik het tegen mij. En mijn zoon laat het choppen. Dus ik mag reageren. Te ageren en reageren is dat je in re betekent her. En ageren is handelen, denk ik. Herhandelen. Ik mag alsnog in actie komen. En dit werk heeft mijn dochter nagekeken. En dat heeft ze heel erg goed gedaan. Wat ik nu voorlees, op de eerste pagina stond een typfout. Er had een woordje mijn ontbrak daar. De rest, dat komt omdat mijn dochter dat niet heeft nagekeken. Die heb ik uit de vrije hand. Oh, ik kan ook wat doen. Ik ga even zelf typen. Ja, er staat mooi een typfout in. Deze tekst is absoluut perfect Nederlands. En daarmee bedoel ik Hoogdiets. Wie hebben daar. We hebben. Wie heb de normaal brood? Dat heet Diets. Ik kan zo opschreef wie je maar wil. Hully, Jully, Sully, maakt niet uit, hè. Maar dit is Nederlands. En mijn dochter heeft het nagelezen. En gecorrigeerd. Ze heeft er minimaal 10 fouten uitgehaald. Zo niet 20. Terwijl ik al 6 keer overheen geweest was. Ik dacht dat echt alle fouten eruit waren. Ik had het plan van, ik laat mijn dochter, laat ik dit corrigeren. Corrigeren op z'n Duits. Ik laat het haar gewoon, ik geef haar de rode pen. En ik ga voor een 10. Dacht ik echt, hè. Ik wilde mijn dochter geruststellen. Want papa kan wel schrijven. Ja, dat was dus niet zo. Er zaten niet berstens vol met fouten, maar er zaten echt fouten in. Die zijn er allemaal uitgehaald. Dit was hoofdstuk 5. En ik ga gelijk doordenderen met hoofdstuk 6, de scheiding. Want ik ben gescheiden van haar biomo. Daar ben ik van gescheiden. En hoofdstuk 6 gaat daarover. En dat wordt de volgende. Dank jullie wel voor het luisteren, maar niet heus. Want je moet er wat van gaan leren. Anders heb ik helemaal niks aan jullie smurrie dingen. Je gaat maar een keer begrijpen dat iemand als Perry Franciscus Martinus Winkel, dat hij ook gevoel heeft.
dankjewel. En geen tjus, hè? Begrijp dat goed, hè? Geen tjus. Dit is woede. Maar we danken jullie wel voor het luisteren.